Wat ben je ook een ezel? Het is iets wat we zeggen op het moment dat iemand iets doms doet. Het wordt nog steeds gebezigd, toch? Ja. Dus wat ben je ook een ezel? En daarmee word je dan even kenbaar gemaakt dat je iets verkeerd hebt gedaan. Dus het klinkt niet zo positief. Toch hoop ik dat aan het eind van de dienst jullie allemaal zeggen, ik wil een ezel zijn. Het is Palmzondag en vanmorgen in de bus hier naartoe op Omroep Friesland werd door een voorganger gezegd, een merkwaardige, vrolijke zondag in de verdrietige 40 dagen op weg naar Goede Vrijdag. Ik vond het mooi dat hij dat zo zei. Een merkwaardige, vrolijke zondag. Vandaag gaat Jezus Jeruzalem binnen. En we zien dat hier gebeuren. Jezus gaat naar de plek waar hij binnen een week gekruisigd zal worden. Het is nog minder dan een week voordat hij sterft. En Jezus gaat niet lopend naar binnen. En niet op een paard zoals de keizer van Rome dat met alle triomf doet. Maar op een ezel. En ik wil dat met jullie lezen uit Lucas 19. Vanaf vers 29. Jezus en de leerlingen kwamen in de buurt van de dorpen Betfage en Betanië. En dan nog even drie woorden. Bij de Olijfberg. Weet je, door die Olijfberg nog even te noemen, zegt Lucas alvast, herinner je, bedenk je, dit is de plek waar Jezus straks zal huilen, zal bidden, zal vragen aan zijn Heer of de beker toch voorbij mag gaan. Dit is de plek waar de discipelen straks in slaap zullen vallen op het moment dat Jezus ze nodig heeft. En dit is de plek waar Judas hem zal verraden. Daar bij de Olijfberg. Maar dat is nu nog niet zo ver. Vandaar, van die plek, stuurde Jezus twee leerlingen vooruit en hij zei tegen hen, ga naar het dorp daar en jullie zullen daar een jonge ezel zien die vastgebonden staat. En er heeft nog nooit iemand op gereden. Maak hem los en breng hem hier. En misschien vraagt iemand, wat doen jullie daar? En dan moet je zeggen, de Heer heeft deze ezel nodig. En de twee leerlingen gingen naar het dorp en daar gebeurde alles precies zoals Jezus gezegd had. En toen de leerlingen de ezel losmaakten, vroegen de eigenaars, wat doen jullie daar? En de leerlingen zeiden, de Heer heeft deze ezel nodig. En de leerlingen brachten de ezel bij Jezus. En ze legden hun jassen op de rug van de ezel en lieten Jezus erop zitten. En andere leerlingen legden hun jas op de weg en zo ging Jezus naar Jeruzalem. En toen hij van de Olijfberg begon af te dalen, werden al zijn leerlingen blij. En ze dankten God voor alle wonderen die ze gezien hadden. In een andere evangelie lees ik dat de hele stad loopt uit. Ze juichten en ze riepen, leve de koning, de man die door God gestuurd is. Vrede in de hemel en alle eer aan God. Tussen de mensen stonden ook een paar fariseeën. En zij zeiden tegen Jezus, meester, zeg tegen uw leerlingen dat ze stil moeten zijn. Tot zover. Een wonderlijk scenario. De intocht van Jezus. De man die ze prijzen met de woorden, is door God gestuurd, als een held, als een koning wordt hij binnengehaald. Maar ook een meest ongemakkelijk scenario. Want wij weten al hoe het straks verder gaat. En je beseft je dat straks, binnen een week nog, dat Hosanna verandert in kruisigt hem. Daar komt ook het gezegde, vandaag Hosanna, morgen kruisigt hem vandaan. Hè? Om ons er maar aan te herinneren hoe grillig een volk kan zijn. Maar vandaag is het nog Hosanna, leve de koning, door God gestuurd. Vrede in de hemel, alle eer aan God schalmt het. Wat een feest, iedereen is blij.
Nou, iedereen? Nee, niet iedereen. Daar komen die zure fariseeën weer aan, hoor. Dit mag niet, zo hoort het niet. Wat een herrie, zeg tegen uw leerlingen dat ze stil moeten zijn. En toen dacht ik, je hebt al die blije, vrolijke, feestvierende mensen. Je hebt die zure fariseeën met al het commentaar. Maar er is één partij in dit alles die niets zegt. En dat is de ezel. En het is voor vanmorgen misschien wel even leuk om bij hem stil te staan. Een ezel is een meest wonderlijke keuze voor een rijdier. Niet een dier van aanzien, niet nobel of eervol. Maar het is juist die ezel die die bijzondere taak kreeg om de Zoon van God Jeruzalem binnen te mogen dragen. Dienstbaar de heiland naar de stad te brengen waar hij even later zou sterven. En ene David Olney, ik had er nog nooit van gehoord, maar ik kwam het tegen doordat iemand mij op dat liedje wees. Ene David Olney die schrijft er dan een liedje over. Dat ga ik even proberen voor jullie te brengen. None is more proud than the stallion. None is more feared than the lion. None is more free than the eagle. But who is more blessed than I am? I was never what you would call noble. Beauty and grace I lack. Only a poor beast of burden. But once I bore a king upon my back. Blessed am I of all creatures. Blessed am I of all beasts. I heard the cries of Hosanna. Palm leaves were laid at my feet. Tethered to a tree at the crossroads. Two men appeared at my side. They led me away to their master, and upon my back he did write. We entered the city in triumph, every man's heart filled with joy. I raised my ears at their shouting and added my own humbled voice. Before you would taunt me with your laughter, well, favor I would ask. Remember the king that I once carried, and let your mockery pass. Blessed am I of all creatures. Blessed am I of all beasts. I heard the cries of Hosanna, and palm leaves were laid at my feet. Thank you.
is more proud than the stallion. None is more feared than the lion. None is more free than the eagle. But who is more blessed? I am. Ik vond het een wonderlijk perspectief om daar als liedjeschrijver vanuit dat perspectief eens te gaan kijken naar het voorrecht. En ik dacht na over die drie partijen die betrokken zijn bij deze intocht. Jezus die is een partij apart, maar als je kijkt naar die blije mensen en die vrolijke mensen en dan aan de andere kant die sceptici en dan die ezel in het midden. En natuurlijk, het is, je moet het niet letterlijk indenken, maar stel je nou eens voor dat die drie partijen symbool zouden staan voor onze reactie op het feit dat Jezus zegt dat hij koning is. Dat is wat hier gebeurt. Als je dit hoofdstuk Lucas 19 eerder leest, dan zegt Jezus ook zelf: wie mij niet erkent als koning, die verwerp ik. Je hebt aan die ene kant die mensen die juichen, die prijzen, die vooraan in de rij staan, en ik heb dit plaatje gekozen, maar je kunt andere plaatjes kiezen, die zo bezig zijn met leven de koning door God gestuurd, vrede op aarde, eer aan God. Maar ik denk wel eens als ik dan van die mensen in extase zie en dan grote gebaren zie en dan, en ook bij mensen die mij vertellen, ik kom zo graag in een gemeente. Waar het uiteindelijk om gaat is, in hoeverre is Jezus koning in je hart? In hoeverre stel jij Jezus inderdaad op de allereerste plek in je leven? Dat is best een lastige vraag. In hoeverre gaat het er nou werkelijk om dat jij daar zo lekker staat God groot te maken? In hoeverre gaat het nou om jouzelf? Of gaat het werkelijk om Jezus? Een vraag die eigenlijk dwars door ieders hart heen gaat. Staat Jezus werkelijk op de eerste plek? Of kan het zijn dat je vandaag zegt, Hosanna, en morgen als iemand zegt, waar geloof jij in? Dat het een soort van kruisigd hem is. De andere partij is de sceptici. En ik vind het prachtig om met de sceptici in gesprek te zijn. Ik wil ook ongelovige vrienden hebben. Want ik wil dat ik bevraagd word op mijn geloof om goed na te kunnen denken of ik weet waar ik werkelijk in geloof. En sceptici die zeggen, Jezus een wijs man, prima. No problem with that. Er zijn er genoeg van. Jezus als voorbeeld, prachtig. Maar Jezus als koning? Jezus als zoon van God, waar mijn leven om zou moeten draaien. Ho, ho, ho. Nou gaan we te ver, Wouter. Stop. Stil. Zoals de sceptici zeggen, hou op met die onzin. Het moet hier stil worden. En zouden wij eigenlijk niet iets meer zoals die ezel moeten zijn? Heb je op de details gelet, hè? Dat zeg ik heel vaak, let bij Bijbellezen op de details. Wat is er met die ezel aan de hand toen de leerlingen hem moesten ophalen? Hij was vastgebonden. Hij moest losgemaakt worden door zijn leerlingen. En hij moest bij Jezus gebracht worden. Hij staat vastgebonden. Hij moet losgemaakt worden. En hij moet bij Jezus gebracht worden. Wij zijn zo snel, en dat zal niet voor jullie gelden, want jullie zijn allemaal perfecte christenen. Ik ben zo snel geneigd om me te hechten aan andere dingen die ik dan ook belangrijk vind, maar die eigenlijk helemaal nergens omgaan.
Zo snel zijn we gehecht aan waar het niet om gaat. Want uiteindelijk waar het in ons leven om gaat, is bij Jezus te komen. Bij Hem gebracht worden. Maar we worden gehecht, we worden gevraagd. Onze aandacht wordt opgevraagd. Onze aandacht geven we aan dingen die ons bij Hem weghouden. En hoe mooi is dit? Dat we losgemaakt mogen worden. En dat vind ik zo mooi, die ezel maakt zichzelf dan niet los. Die wordt door de leerlingen van Jezus losgemaakt. Mensen die Jezus kennen, maken diegene los. En het volgende wat er gebeurt, is dat de eigenaar gaat zeggen, wat moet dat? Wie niet bij Jezus wil horen, hoort bij een ander. En als je losgemaakt wordt en eigendom van Jezus wordt, is de kans groot dat de vorige eigenaar gaat zeggen, wat moet dat? Wat gebeurt daar? Wie maken jullie daar los van mij? En dan zeggen de leerlingen, wij hebben hem nodig. De Heer heeft hem nodig. En wordt hij met rust gelaten. En zo wordt de ezel bij Jezus gebracht. Bevrijd, maar dat niet alleen. Bevrijd en dienstbaar. Niet alleen weten dat hij bevrijd is, maar ook het laten zien met daden. En de ezel, hè, die droeg Jezus. Hij droeg hem naar de plek waar Jezus later bruut vermoord zou worden. En eigenlijk mag dat prachtig symbool staan voor ons. Dat wij na gaan denken, waar zit ik nog aan vast? Wat houdt mij eigenlijk nog bij hem vandaan? Wat speelt er nog, wat zit er nog in mij, waardoor als ik opgehaald word, als ik gevraagd word om bij de Heer te komen, ik maar niet ga. Waarom vertik ik het toch om die stappen te nemen in mijn leven? Stappen richting het kruis. Stappen in zijn voetstappen. Waarom wil ik toch niet achter hem aan? Zit er vaak vast. Het is goed om daar voor onszelf bewust over na te denken. Wat houdt ons vast? Want Jezus werd vastgebonden. Opdat wij losgemaakt mochten worden van onze vorige eigenaar. En wij zijn niet geroepen om lastpakken te zijn. Maar lastdieren. Of beter nog, kruisdragers. Dat is het mooie. Veel ezels hebben een kruis op de rug. Ze zijn letterlijk kruisdragers. En laten wij ook zo, op die dienstbare manier, op die nederige manier, ons kruis dragen. En daarbij onze waardigheid, ze legden hun jassen, onze kleren voor de Heer neerleggen. Waar Hij overheen mag gaan. Dat we laten zien dat Hij belangrijker voor ons is dan wij onszelf vinden. Niet te zweverig. Niet te veel Hosanna roepen. De wereld om ons heen, die hoort dat ook. Oh, wat zingen ze het mooi. Maar ze willen wel eens even kijken hoe werkelijk dat is. En als we een week later kruisigt hem zingen, klopt er niks van. Laten we niet te zweverig en te hoog van onszelf opgeven. Maar aan de andere kant ook niet te sceptisch zijn. Misschien herkennen jullie dit ook wel. Door bij alles wat je leest in die Bijbel en alles wat je hoort te denken, nou, zo zal het toch wel niet echt geweest zijn. Of dat is een verhaaltje van lang geleden. Laat het, gooi die scepticus in je overboord. En laat uw woorden, laat het verhaal van Jezus dit jaar echt eens binnenkomen. Probeer open te staan en de vooroordelen los te laten. Laten we hem heel gewoon en heel nuchter gaan dienen als een lastdier. Die heus al die anderen wel ziet. Die mensen die zoveel meer geroemd en geprezen worden. Die stoere, trots en edele mensen. Maar mag ik je uitdagen om te ervaren dat jij gezegend bent. Jij bent een gezegend mens. Waarom? Omdat jij Jezus mag dienen.
En ik weet dat als je vanuit de wereld komt, dat het totaal niet aanhaakt. Dat dat iets moois is. Maar wij mogen Jezus dienen. Heel gewoon. Want zo kwam hij bij ons. Heel gewoon. Maar zullen we juist op die manier op weg gaan naar volgende week. Naar Witte Donderdag. Waar Jezus het avondmaal instelt. Als herinnering. Naar Goede Vrijdag. Waarin Jezus zijn leven geeft voor ons. Maar ook naar de prachtige Paaszondag die in het teken mag staan van geheeld worden en opstaan. Zullen we zo stil op weg gaan naar Jeruzalem. Amen.